Wil je een eerlijk of een tactisch antwoord? Mijn hart spreken. Nou, weet je... Ja, ik zie alleen maar wasrekken hier. Ja, een kutgevoel, want ik haat de was doen. Het is natuurlijk heel speciaal als jij een gebouw mag binnentreden waar je elke dag langs fietst op een moment dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat je naar binnen gaat. Dus dat geeft dan een extra spannende laag, waardoor je echt het gevoel hebt dat je mag gaan ontdekken. Je mag echt een nieuwe wereld betreden en overdag is ook maar het dagelijks leven. En in de nacht gaan er gewoon veel meer deuren open waarvan je misschien niet wist dat ze bestonden. Oh ja, dat klopt. Waarom? Ik heb de hele dag in de tuin gewerkt. Dat is het eigenlijk. Ik moet even weer energie opdoen. We zijn vandaag in Roodkapje. En we zijn hier in een synthetisch park. Opgericht door 3 studenten van de Willem de Koning Academie. Waarom is dit kunst? Omdat wij hiermee iets vertellen over hoe wij steeds meer een soort controle gaan nemen op de natuur. Het synthetische aspect komt steeds meer in ons leven. En dat proberen wij hier een beetje soort te laten zien, maar op een hele soort speelse manier. Wat je hier kunt zien is een apparaat wat gezichten ontdekt in zandkorreltjes. En op de grote projectie en op het scherm zien we de top 100 van tot nu toe beste gezichten die de machine heeft gevonden. Ja, dit is kunst omdat het eigenlijk de toepassing is van techniek die eigenlijk die heeft niet echt een functie in de zin van dat het een probleem oplost. Maar het is wel iets wat je tot nadenken zet over de enorme hoeveelheid aan unieke zandkorrels. Dan gaat er dus een vormenwereld voor je open. En dan besef je dus ook dat er heel veel portretten verscholen liggen in die enorme hoeveelheid zand die we op de aarde hebben. Ik heb gezien de foto's die hier ronddraaien in deze ruimte, dat het allemaal gezichten zijn. En wat vindt u daar dan? Ja, zo heb ik nog nooit naar zand gekeken, nee. Dus dit is wel, mooi. Mooi om te zien. Is dit een beetje wat je verwacht bij een kunstroute? Ja, zeker. Helemaal out of the box naar iets kijken, zeker. Ik denk dat kunst een heel mooie taak op zich heeft waardoor je nieuwe perspectieven op de wereld kan zien. Je kan je laten overweldigen, onderdompelen, dingen leren, nieuwe dingen leren zien. En er is geen enkele andere vorm waar je dat zo goed mee kan doen als kunst. En kunst is daarin ook veel breder dan alleen een schilderij aan de muur. Het zijn ook performances en het zijn ook dansers en eigenlijk alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. Wat iets bij jou losmaakt, maakt kunst voor mij heel interessant in ieder geval.